je oma of opa voortaan nooit meer kwijtraken. Als het aan Maroeska Hendricks uit Beuningen ligt, moet het vanaf januari volgend jaar mogelijk zijn. Door middel van de Helper-app zorg je ervoor dat oudere alleenstaanden gevonden worden als hen iets overkomt. Hendricks is een crowdfundingcampagne gestart met steun van de gemeente Beuningen met een cheque van €2.500. Wij denken dat we daar een app heel goed voor kunnen gebruiken, omdat eigenlijk iedereen ondertussen al wel een mobiele telefoon gebruikt. En de enige andere manier om te controleren of na te gaan of het nog goed gaat met mensen is als je dus inderdaad alles met trackers gaat werken of sensoren. En dan ga je mensen echt in de gaten houden. En op deze manier heb je gewoon een berichtenservice. Na de reactie die ik van mijn moeder kreeg, die had gewoon de tranen in de ogen. Die was zo blij dat er gewoon op zo'n simpele manier iets geregeld kon worden. En als ik kijk naar de reacties van bijvoorbeeld de seniorenverenigingen en de gemeentes, ja, die zijn allemaal wild enthousiast. Waarom deze cheque voor dit project? Omdat wij dit een heel mooi project vinden. Wij willen als gemeente Beuningen, zoals ook in vele andere gemeentes, de bewoners langer thuis zelfstandig laten wonen. We willen ze ook veilig thuis laten wonen. En een goed hulpmiddel daarbij is deze Helper-app. Ja, we zijn deze crowdfundingactie gestart omdat we nu nog €15.000 nodig hebben. En met die €15.000 kunnen we nog een grote test doen onder gebruikers. En dan kunnen we de app in de App Store zetten en dan kunnen we in januari live gaan. Nou, het is het idee dat inderdaad de ouderen, de gebruiker, dat hij als hij een berichtje krijgt, daarop antwoordt met oké. Maar je kan natuurlijk net wel een keertje op het toilet zijn of iets dergelijks. Dus ons systeem gaat 3 keer dat berichtje versturen. En als je nou de 3e keer nog steeds niet gereageerd hebt, dan stuurt onze app automatisch een bericht naar de mensen die je van tevoren hebt opgegeven.